Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Ori and the Blind Forest. In de vorige aflevering zijn we deze coole, vette, coole tempel ingegaan. En dat betekent dus dat wij deze vette, coole, coole, vette tempel ook weer uit moeten gaan. En ik even niet weet hoe we dit gaan doen. We mogen in ieder geval niet door die straal... Natuurlijk, niet door die straal geraakt worden. En dat werden we wel. Even kijken, hoe zit dat? Zie dat eruit? Boven daarop ben je in ieder geval veilig. Hier ook veilig? Ja, hier ben je ook veilig, oké. Oh, dit is zo fijn door deze... Door deze kut besturing. Zie je, dat is zo kut dat hij niet gewoon blijft plakken. Juist, oké. Listen to the sign. The element of winds lies before us, stored in the heart of this place. Gumo, of hoe heet dat bij de beest ook alweer? Gumon? Of the Gumon. Reminding us of their fate. Gumo is the last of his kind. Ori, we shall bring back the light for Nibel and the memory of the Gumon. Let's restore us the element of the winds. Magische poeder! Magische poeder! Moved by their words, he did. Dit is vet, alleen volgens mij best moeilijk. Ja. Dit is niet eens te doen, joh. Dit is niet, letterlijk niet te doen. Je kan toch nooit weten waar de ijspegels vandaan komen. Hoe willen ze dat je dat weet? Je hebt niet eens tijd. Dit is weer net zo kut als die boom. Ik heb er nou al geen zin in. Die dingen kan je niet eens ontwijken. Wat de fuck is dit? Hé? Superleuk. Ik heb er echt heel erg veel zin in, naar mijn zin in deze game. Hoe dan? Leg dan uit hoe ik dit moet doen. Het is niet dat je kan anticiperen op wat er gebeurt.
Nee! Echt, dat deze game door de keuring heen is gekomen, is echt een wonder. Deze game is volgens mij gewoon niet geplaytest. What the fuck? Hier, het is gewoon niet mogelijk. Je moet gewoon geluk hebben dat je niet geraakt wordt, want het kan niet op skills. Je kan de dingen niet aanzien komen, de projectiles. Ik heb echt het idee dat dit gewoon niet verpleegd is. Dat ze echt allemaal wat gedaan hebben in deze game. Dat is leuk. Dan kan je hier allemaal projectiles laten vallen. Maar we laten niet weten wanneer ze komen. Dus je kan dit alleen maar winnen als je geluk hebt. Hier, wat de fuck gebeurde daar? Ik ga wel opnieuw, want ik ben al twee keer geraakt. Die valt te vaak. En dan schiet hij opeens niet direct, schiet hij met een boog. Ik vind dit nog kutter dan de boom. En dit is niet omdat de bonus zo makkelijk was, maar heb je toch het gevoel dat je met, als je het heel vaak doet, dat je dan beter wordt. Dat kan bij dit niet, want het is allemaal random. Waar moet ik dan heen?
Waar moet ik dan heen? Ik kan nergens heen daar. Het loopt daar dood. Dus ik heb geen idee. Ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!